dames en heren, van harte welkom op de Beach Branch Barbecue. Er zijn heel veel mensen in deze branche, waaronder 700 die nu hier zijn, die vragen zich af, wat doet eventbranche.nl eigenlijk zelf op die dag? Dan ga ik even op de naam. Het antwoord is niet veel. En dat komt omdat we dit jaar bij Strandclub bij zaten. Dat was toen ook al, toen we bij Carlton zaten, was ook alles perfect geregeld. Maar we hoeven eigenlijk helemaal niks te doen. Als je langs Wouter en Harry kijkt, daar zo achter ergens, dan moet je nu ronddraaien op die foto. Dan zie je daar ongeveer 250 beachvolleyballers. Die doen lekker hun werk, die zijn lekker aan het zweten. Wij overleggen een beetje over wie er nu zo dadelijk wat drinken moet halen. Ja, dat zou een goed idee zijn, want ik heb niks. Harry, er is één dingetje. Dit zijn de mensen die nu kijken, die zijn er niet bij. Die is jammer, hè? Dat is dom. Dat is dom, hè? Drinken, die missen eten, wat, hè? Feest en netwerken. En heb je ook gezegd dat we weer fantastisch weer hebben, zoals ieder jaar? Dus je krijgt wat je toekomt. Het is altijd goud hier. En dan kom je dus niet. En dan kan het dus gebeuren dat ik naar Sander sta. Die heeft van die ijsjes met alcohol erin. En die heeft nou gewoon net 6 boekingen weggeschreven. Ja, dat moet je ook gaan doen. Dus het is eigenlijk een uitnodiging voor volgend jaar. En dan kunt u altijd, als er iets is, kunt u zich bij ons melden. Wij regelen het. Als we niet druk zijn met andere dingen. Proost. Nou ja, proostjes. Proostjes. Zijn er muntjes op? Ik doe het al. En ik ga dus helemaal rondkijken. Dus dat is nu